En welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik deze glowy look inspired op Victoria's Secret voor jullie nagemaakt. Wat opvallend hieraan is, is natuurlijk de enorme glow, de opvallende blush. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Mochten jullie weer teruggekomen zijn op mijn kanaal, welkom. Mochten jullie nieuw zijn, vergeet niet te abonneren. Ik zou het super leuk vinden. Ik ben pas net begonnen, maar er volgen nog zoveel video's. Laat me vooral even weten wat je leuk vindt, of je dit filmpje leuk vond. En veel plezier. Was ik weer. Ik heb ondertussen ook wat serum opgedaan van Detox. Het is een hydraterend serum. Ik vind deze echt super fijn. Hij is te koop bij de Douglas. En ik heb dit maar even opgedaan, want de Victoria's Secret modellen die hebben altijd een super mooie glowy huid. Best wel opvallende blush en bijna altijd iets met goud in hun gezichtje verwerkt. Dus iets van gouden highlighter en gouden oogschaduw. Het volgende product wat ik daarom ga gebruiken is een gouden liquid highlighter. En dit is er eentje van de Revolution. Ik heb hem nog nooit gebruikt, eerlijk gezegd. Dus ik ben super benieuwd of het een mooi effect geeft. En ik bedacht me dat ik dit onder mijn foundation ga gebruiken. En ook specifiek op de plekken die je normaal al zou highlighten. Om die extra glow te geven. Dit is de Liquid Bronze Gold. En meestal zijn Victoria's Secret modellen ook wel mooi en tan. Dat ben ik op dit moment helemaal niet. Maar we gaan het gewoon faken en we gaan lekker wat bronzer opdoen. Ik breng het dus echt op, zeg maar, waar ik normaal zou highlighten. We gaan dit even inblenden. Wat ik dus zou aangeven bij deze liquid highlighter van Revolution is dat a little goes a long way. Je hebt er echt super weinig van nodig om hem te gebruiken op je gezicht überhaupt. Mocht je hem echt alleen maar op je cheekbones willen gebruiken, mocht je hem echt alleen hier willen gebruiken, heb je echt maar misschien 1, 2 druppeltjes nodig. Ik ga voor mijn vertrouwde True Match Foundation, die breng ik hier overheen aan omdat het echt wel een fijne lichte foundation is. En ik gebruik daarvoor de kleur nummer W3. Daar stippel ik gewoon wat van aan. En dat blend ik dan zo meteen hier overheen aan. Wat vervelend is aan deze borstel is dat je je neus dus heel moeilijk kan doen. En zoals je ziet schijnt de glow er nog echt doorheen. Ik zie hier ook gewoon echt die mooie glow en hier op mijn neus ook. En dat komt dus omdat ik niet een te matte foundation hiervoor gebruikt heb. Wat we gaan doen is het volgende. We gaan even een beetje contouren en highlighten. Dus we gaan echt even wat kleur aanbrengen. En ik ga hiervoor naar de Revolution weer. Naar de Conceal & Define Concealer. Ik ga hiervoor naar de kleur nummer C7. Een niet te lichte kleur. Want ik heb gemerkt dat ze dat ook niet doen bij de modellen. Dus ik breng daar gewoon een klein beetje van onder mijn ogen. En dat doe ik ook echt niet te veel. Ik zet er maar 2 streepjes van onder. En dat breng ik van boven en beneden aan. Normaal gesproken zou ik wel wat meer aanbrengen. Maar omdat we het in hun stijl proberen te houden, is dit voldoende. Het is gewoon heel subtiel. En we gaan over naar een beetje een bronzer. Want ik zie wel altijd dat ze mooi hun gezicht gecontourd hebben. Dus zoals altijd breng ik gewoon een beetje een contourkleur aan. En dat doe ik heel lichtjes hier onder mijn wangen. En dat breng ik gewoon hier onder mijn wangen aan. Of onder mijn jukbeen. Eigenlijk niet onder mijn jukbeen. Ik breng het net op mijn jukbeen aan. Want wanneer je het blendt, gaat het toch altijd ietsjes omlaag. En anders zorg je er eigenlijk alleen maar voor dat je gezicht nog wat lager hangt. Wanneer je het echt onder je jukbeen plaatst. En ik probeer het echt, de haarlijn in te werken natuurlijk. Juist wanneer je een wat kleiner voorhoofd hebt, zorg er dan echt voor dat het zeg maar in je haarlijn zit. Ik wil het dus niet te mat maken, omdat we al zeg maar nou zo'n mooie glowy look hebben, zoals de Victoria's Secret modellen altijd hebben. Maar om de bronzer even in zijn plaats te houden, gaan we het wel even zetten met een bronzertje. En ik ben aan het kijken welke ik ga gebruiken. Want En ik denk dat... Ik heb hem weer opnieuw gekocht.
mijn NYX contourpaletje. Contourpaletje van de NYX. Ik denk dat iedereen deze wel kent. En ik ga daarvoor in het lichte contourkleurtje. En daarin gebruik ik echt een hele fluffy kwast voor. Maar zo. We gaan het zo meteen nog even verder blenden hoor. Maar ik neem ook even meteen de wangen mee. Ik ga wel even wat poeder onder mijn oog aanbrengen. Zodat dat gezet is. En dat dat toch nog een beetje in zijn plaats blijft zitten, zeg maar. Oké, we laten dit heel even intrekken. En wat we ondertussen gaan doen is de ogen. Want de Victoria's Secret modellen hebben altijd wel lekker opvallende gouden ogen, oogschaduwkleurtjes. En ook wat opvallendere wenkbrauwen daarbij. En ik zat te kijken wat ik allemaal had hiervoor. En toen kwam ik opeens dit mooie kleurtje tegen van de Essence. Het is een metallic shock eyeshadow. En ook handig hierbij is om het lekker simpel te houden. En helemaal in hun elementen doen. Dus wat ik mij bedacht is, we gaan even terug naar het NYX paletje. En we gaan hiervoor in een iets donkerdere kleur dan net. Ik had net dit kleurtje. En ik dacht, we gaan nou in dit kleurtje. En dat gebruiken we dan als een soort van crease kleurtje, zeg maar. Heel lichtjes hoor. Het hoeft echt niet netjes te zijn. Het wordt gewoon een beetje ook meer definitie. Nou, je hebt dan zeg maar nou een beetje die oog wat meer uitgecurved. En wat we gaan doen is in het metallic shock. En dat gaan we lekker hier over het hele bewegende oog aanbrengen. Een plat kwastje dit mooi verspreiden. Ik doe even mijn andere oog en dan kom ik zo weer terug. Tweede oog zit er ook op. En de Metal Shocks zijn echt zo'n goed product. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik het niet eerder gebruikt heb. Want ik ben er helemaal weg van. En ik heb nu ook echt het idee dat ik alle Huda Beauties moet bestellen. Want dit vind ik echt wel zo'n goed product. Echt amazing. Mochten er meerdere kleuren van zijn, zeker koop. Ik ga er echt naar kijken. En ik ga het laten weten in de beschrijving of ze er nog zijn. Welke kleuren er nog zijn. Want bizar goed product. Echt waar. Go Essence. We gaan even wat highlighter aanbrengen. En ik heb een super mooi product gevonden van iHeartRevolution. Hoe kan het ook anders? Dit is trouwens Peach & Glow. En ja, ik vond het gewoon zo'n mooi product. Ik dacht, ik kan dit dan gebruiken als de blush en dit als de highlighter. We gaan even kijken hoe goed dat eruit ziet als highlighter. En dat breng ik aan op het puntje van mijn neus. Onder mijn wenkbrauwpot. En ook hier in de binnenste van mijn ooghoeken. Hier aanbrengen. En ik scrunch mijn neus een beetje op om te zien welk deel van mijn neus echt omhoog springt. Om daar de highlighter op aan te brengen. Ik weet niet of dat duidelijk is. Ik ga het een beetje van de zijkant laten zien. Zeg maar zo. En dan hier zit dat een beetje. Hier zo. En dan drijf ik het een beetje uit. En dan kijk ik van de zijkant of het er goed uitziet, zeg maar. Ik breng ook nog een beetje een highlight streep aan hier in het midden van mijn neus. Zodat mijn neus iets smaller lijkt dan dat hij is. Mijn neus zal het best wel breed eruit zien. Wow, deze highlighter is wel echt intens hoor. Ze breng Revolution. iHeart Makeup, iHeart Revolution brengt echt fantastische producten uit. En ook echt, als je naar de prijs kijkt, dan denk ik, hoe doen ze het? Ik vraag het me oprecht af soms. Oké, echt, zien jullie die glow? Wow, dan moet ik even temperen, denk ik. Oké, I glow. Ik ga, denk ik, niet deze gebruiken, want anders word ik wel heel erg glowy. Ik ga in de... Ik ga hiervoor in een blush van NYX. En dit is de Summer. Er zitten ook kleine shimmers in, maar lang niet zo als die van net. De Ornau zie je het veel beter. Het is een mooie felle peachy kleur. En ik ga erin weer met een Real Techniques kwastje. En ik breng dat echt aan op de appeltjes van mijn wangen. En dan verspreid ik dat lichtjes.
Wow, oké. Okay. A little goes a long way. Maar dat is helemaal niet erg bij deze look, want ik zie dat echt wel altijd bij de Victoria's Secret Angels. Nou ben ik zelf helemaal niet van blush. Zijn jullie wel van blush? En zo ja, wat voor kleurtjes? Welke kleurtjes hou je van? En breng je dagelijks blush aan? Want ik breng dus bijna nooit blush aan. En ik voel me er nu zo raar bij ook gewoon. En ja, laat me tips achter. Voor een mooie blushkleur, mocht jij er eentje hebben. Wat is jouw favoriet bijvoorbeeld? Ik breng ook een beetje op mijn neus aan en mijn voorhoofd. Dat de kleur, zeg maar, mooi overloop heeft. Ik vind het wel een beetje te veel, ook al doen hun het ook altijd. Dus ik ga er even overheen met een grote poederkwast. Om alles, zeg maar, in één kleur. Gewoon om het wat meer te blenden. Zo. Nou, ik voel me zo raar bij blush, maar het heeft wel iets. Het ziet er opeens een stuk schattiger uit, heb ik altijd het idee. En dan gaan we weer terug naar het Peach & Glow paletje. En we gaan deze kleuren gaan we even vermengen. De gouden en de peachy. En dan gaan we even wat highlighter op de jukbeenderen aanbrengen. Love it. Oh, deze kleur is prachtig. En deze kleuren gaan ook zo mooi samen met de... eerder gebruikte blush van NYX. Je kan het altijd nog een beetje doortrekken hier zo. En dan moet je op de lippen. Of ja, lip op je cupido wel bedoel ik eigenlijk. Boven je wenkbrauw is altijd een goeie. Of je kan het ook altijd zeg maar zo hier zo doortrekken naar je neus. Het is maar net waar jouw voorkeur ligt. En nou, zo'n glowy look nou. Mocht je het toch nog een beetje willen bronzen, dat gaan we nou denk ik even doen. We gaan hiervoor in de Hoola bronzer. Het is best wel een mooie donkere bronzer. Mijn lippen hebben geen kleur meer door al die highlighter. Jeetje, wat is die gepigmenteerd. En wat we gaan doen, omdat ik echt bizar bleek ben voor mijn doen, trekken we het ook even door in de hals natuurlijk. Met een kaartlijn. Zo. En we brengen ook hier wat bronzer aan. Een beetje onder de... Je ziet ze bij mij niet echt. Dus onder de sleutelbenen. Juist. Zodat je in het algemeen gewoon iets bruiner eruit ziet. En dat het wat beter matcht met alle glow en alle bronzer en alle highlighter die we net hebben aangebracht. Ja, op zich ziet dit er prima uit. Mocht je willen. Nou, we toch al bezig zijn met die hele glow en hele highlighter gebeuren. Gaan we ook een beetje highlighter aanbrengen op de jukbeenderen. En daar gaan we ook gewoon een mix van nemen van beide kleurtjes. En wat helpt is om een beetje benen wat meer prominent te laten uitstaan. Zodat je goed weet waar je het moet aanbrengen. Wat nou nog mist is wat mascara voor de look. Dus daar gaan we even wat van aanbrengen. En ik kwam laatst deze tegen. En dit is de Outdoor Girl Blackest Black Mascara van Rimmel. Het ziet er heel erg leuk uit juist. Dus het trok heel erg mijn aandacht en hij was echt super goedkoop. Volgens mij was hij 1-2 euro. Dus ik dacht, we gaan deze meenemen, we gaan hem testen. En toen ik hem opendeed, dacht ik, yes. Het heeft een dik borsteltje. En hier hou ik echt van. Ik ga meestal voor de rubberen borsteltjes die wat kleiner zijn, wat fijner zijn. Zodat je echt gewoon mooi gesepareerde wimpers krijgt. Of de lekker grote borstels. Nou, dus we gaan even wat mascara aanbrengen. En dan zien jullie mij zo weer. Zijn we weer met een laagje mascara. Alleen op de bovenste wimpers. Ik wilde het een beetje naturel houden. En ik had geen bruine mascara meer. Als laatste rest ons nog de lippen. En iets te doen aan de wenkbrauwen. Nou heb ik mijn wenkbrauwen ongeveer een jaartje geleden laten tatoeëren. Maar ze
Ze zijn aan het vervagen en ze zijn lang niet meer zo prominent als dat ze ooit waren. En ik heb altijd het idee dat de wenkbrauwen van de Angels lekker opvallend zijn. Dus wat ik nou voor me heb of waar ik aan zit te denken is om ze lichtelijk aan te zetten met een potloodje. En wat ik nou als eerste vind is eentje van de Essence. Ik heb ook eentje van de Catrice hier. En ik ga voor een normaal potloodje van de Catrice. Het enige wat ik ga doen is hier aan de onderkant even een wat prominenter streepje zetten. Zodat de wenkbrauwen gewoon wat meer opvallen, zeg maar. Wat we nog even gaan doen is eroverheen met een wenkbrauwgel. Wat we er ook nog even gaan doen is eroverheen met een wenkbrauwgel. Dit is ook eentje van de Catrice. En dit is ook gewoon om net wat meer kleur eraan toe te voegen. En het hoeft helemaal niet netjes te zijn. De wenkbrauwen van de Angels zijn ook altijd lekker borstelig. Dus doe dat ook vooral. En tot slot zou ik gewoon even lekker gaan voor een nude roze kleurtje. Ik heb hier een lipglossje van de Essence die ik hier overheen aanbreng. De Angels hebben ook altijd een mooie nude kleur. Ik haal de haarband eruit. En je kan natuurlijk altijd zeker even beachy waves in je haar zetten. Dat hebben de Angels ook altijd. En ja, dit is de look. Het is mooi en lekker glowy. En niet te veel make-up, niet te strak. Je kan natuurlijk altijd de highlighter drops aan het einde achterwege laten. Mocht je dat niks vinden. Want je voegt later toch een super mooie highlighter toe. Je kan elke highlighter gebruiken die jij natuurlijk mooi vindt, die jij hebben wilt. En ik hoop dat je het een leuke video vond. Dat je wat inspiratie hieruit op hebt kunnen halen. Misschien een leuke producten bent tegengekomen. Laat het me zeker weten. Ik vind het super leuk als je abonneert op mijn kanaal. Als je weer terug bent gekomen. En tot de volgende video weer.